kijkers, welkom in het programma De Bank, De Bank Politiek. Bij mij is aangeschoven op de bank Mirjam van Busser, raadslid voor de PvdA in Schagen. Hartelijk welkom, leuk dat je er bent. Dankjewel. Was het een verrassing dat je gekozen werd in maart? Gemeenteraadsverkiezingen? Of dacht je dat het gaat gewoon gebeuren? Nou, ik stond op plek 3. Dus dat was op zich... Dat is wel een mooie goede wel positie, een mooie plek. Maar toch was je wel blij. Maar toch was ik heel blij, want Hans Hedders die had net 8 voorkeursstemmen meer dan ik. Meent het? Ja, echt. Hoeveel stem had jij dan? Nou goed. 200 zoveel. Oh, oké, ja. Ja. En Hans had er net 8 meer, dus ja. Die... Oh, je moest van mijn plek 2. Plek 2, ja. Maar ik bleef op plek 3 staan, omdat ik ook voorkeursstemmen ja, had. Ja. Oh, hartstikke goed. Ja. Wie is Mirjam? Ja, verder kende je natuurlijk, maar sommigen over niet, hè? Nee. Je bent geboren in Haarlem. Klopt. Ja, maar wat voor gezin was het? 58 jaar geleden. Ja. Hele jonge ouders. Ja. Nou ja, vroeger werd dat een moedje genoemd. Ja. En mijn moeder was in verwachting. Okay. En ze hadden net een huis in Haarlem. En alles werd in gereedheid gebracht voor de verhuizing en de bevalling startte. Dat was nog op het inwoonadres waar ze woonden. Ja, nou. Dus met spoed naar de bevallingskliniek. En mijn broer werd geboren. Oké, jij was wel. Ik was er nog niet. Je was er nog niet? En mijn vader was al onderweg naar de telefoon om de familie te bellen dat hij een zoon had gekregen. Toen zei de arts, wacht even, er komt er nog één. I made it. En dat was ik. Ja. Nou, niet te geloven. Dat was echt een verrassing. Ja, leuk verhaal. Ja, inderdaad. Wat voor gezin was het verder? Leuk? Ja. Ja, jongere ouders, hoor ik. Jonge ouders. Mijn vader zat in de reclame, dus dat was ook leuk. Ik heb nog een jongere zus, 4,5 jaar jonger. Oké. Okay. En toen mijn broer en ik 10 jaar oud waren, zijn we verhuisd naar Tuitje Horn. Daar gaan we straks even over hebben. Ja. Ik wil even over, je bent natuurlijk PvdA, socialistische ideeën. Hadden je ouders dat ook? Heb je dat van hun... Ja, dat denk ik wel. Ze waren bijvoorbeeld actief voor Amnesty International. Juist. Ja. Stemt ook PvdA? Ja, ja. Hebben ze altijd gedaan, ja. 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 Niet dat we daar per se nou aan tafel het elke keer over hadden, maar... Het strijdlied Morgenrood? Nee, ken ik niet. Nee? Nee. Ik zal hem voorlezen voor je. Let maar op. Morgenrood, uw heilige gloeien, heeft ons steeds den dag gebracht. Breek toch door, o lichtvernieuwer. In de grote volkerennacht. Laat u gloren hopen geven, hun die worstelen in de nacht. Geef hun moed in het voorwaarts streven, tot hun het daglicht tegenlacht. Morgenrood in worstelend zwoegen, hebben zij naar u gesmacht. En in de nachten treurduister, uw verlossend werk verwacht. Rode gloed kleurt reeds de wolken, de ochtendwind ruist door de blaan, weldra is voor alle volken het schitterend zonlicht opgegaan. Nou, dat weet je niet, ik ken je niet. Ik ga niet zingen natuurlijk, maar het is wel leuk om te horen, toch? Nou, wat ik leuk vind dat je hierover begint, is ik ben een groot voorstander ervan dat de PvdA een soort restart maakt met GroenLinks samen en dat er een nieuwe linkse partij opstaat die gaat voor de behoeften die we nu kunnen vertegenwoordigen in deze tijd. Dit lied stamt uit een tijd, een heel andere tijd. En er is zoveel veranderd. En vooral jongere mensen. Kijk, jou spreekt het aan. Het komt uit jouw tijd. Ik heb daar nooit wat mee gehad. En een heleboel jongere mensen hebben daar ook niks mee. Nee. Met dat soort ouderwets, ballistisch, ja, sociaal-democratisch het gedachtegoed. Ja, niet dat het... Het is heel belangrijk dat het toen allemaal gebeurd is. Ja. Iedereen heeft het nog steeds over Den Uyl. Fantastisch. Ja, het werd nog op de radio. Hilversum 1, nou, minstens van 8 uur. Ja. Morgenrood. Ja. en het is ook heel belangrijk, ook in die tijd. Precies, ja. Je verhuist je van Haarlem naar Tuitje Horn. Ja. Dat is van een cultuurstad naar een agrarisch dorp. Ja. Dat is van Bavo, Sint Bavo naar de Sint Jozef. Ja, klopt. Leg het uit. Fantastisch. Wij konden spelen. Geweldig. Je kon echt nog lekker op het land spelen. Want je was 10, 11? Ik was 10. Net 10 geworden waren we. En je had ook een oud huisje bij ons op Kerkenbuurt. Mijn ouders wonen op Kerkenbuurt nog steeds. Mm-hmm. En daar gingen we dan in rotzooien. Ja. Kattenkwaad hoor ik. Ja. Graag. Maar nu woon je in Dirkshoorn. Je bent op een bepaald moment naar Dirkshoorn verhuisd. Wanneer was dat dan? Nou, ik ben eerst... Kende je toen je man? En was dat als had je al verkering? Ja, ik was 17 toen ik mijn man leerde kennen. Mm. En
Ik heb eerst een hele poos nog in Amsterdam gewoond, tijdens mijn studietijd. En ook toen we net begonnen te werken, op een gegeven moment gaan samenwonen met Philip. En wij misten echt wel het platteland. Nou, toch wel. Ja. Een tuin, mensen die elkaar gedag zeggen als je elkaar tegenkomt. En die wind, en nog eens een keer wind. Ja. En lekker buiten kunnen zitten met mooi weer. Ja. Dus, en toen konden wij een huis huren aan de Delftweg in Tuitjehorren. Ja. Dus hebben we een jaar of 3-4 gewoond. Ja. En toen zochten we een koophuis. Ook toen was het al een moeilijke tijd om een huis te kunnen kopen. Ja. Het was weinig te kopen, het was duur. Jaren 70 zitten we nu? Of? Nee, daar zitten we 92. 92, oké. Ja, 1992. Later, ja. En er kwam een huis te kopen in de Raadhuisstraat. Ja, en, in de Deershoorn. We konden het kopen, dus daar wonen we nog steeds. Ja, precies, ja. Ja. Naar genoegen. Uiterst genoegen, ja. Absoluut, ja. Zeg, je hebt het al over studie Amsterdam. Wat voor studie heb je gedaan? Grafische MTS. Zo, daar ben je niet geworden. Of wel? Jazeker, ik heb jaren in reclamebureaus gewerkt. Ja. Drukwerkinkoop gedaan. Deed dat zelfstandig? Of? Ja, vanaf mijn 27ste zelfstandig. Bij mijn vader in het reclamebureau erbij gekomen, samen verder gegaan. Mijn vader is op een gegeven moment met pensioen gegaan. Mm-hmm. En toen heb ik het nog jarenlang zelfstandig gedaan. Ja. Maar een jaar of 10 geleden is die hele reclamebusiness eigenlijk in elkaar gedonderd. Door de komst van internet. Welke klant had je dan? Was het particulier of vooral bedrijven? Bedrijven, ja. Ja. Voornamelijk bedrijven. Ja. Ja. En is het voor advertenties of is dat voor? Onder andere reclamebrochures, advertenties. Ja. En toen was het over. En nou ja, dat de ging kinderen natuurlijk... waren al geboren inmiddels? Ja, die waren al geboren inmiddels. Oh, ja. Dat ging natuurlijk heel geleidelijk. Ja. Dus op een gegeven moment. Twee zonen, hè? Ja, twee jongens, Kees en Siep. Allemaal het huis uit, zeker? Ja. Ach. Ja. Nou ja, 26 en 29. Ja, het zal toch wel wezen, zeg. Ja. Ja. En ben je met een bepaald overstap van de reclame naar de vakantiehuizen? Ja, dat klopt. Ja. En hoe is dat nou weer gegaan? Ja, hoe gaat dat? Je krijgt op een gegeven moment, je werk wordt steeds minder. Je ziet dat veranderen. Dus je gaat nadenken, ik wil wat anders erbij gaan doen. Ik ben ook in die periode overigens al politiek actief geworden. Ik ben raadslid in de gemeente Harekarspel geweest. Daar gaan we het er even over hebben, ja. 2006, 2010. Ja. En op een gegeven moment kwamen we op het idee om op het vakantiepark, wat in enigszins verloederde staat verkeerde. En waar is die? Dirkshoorn, Park de Hoorn. Oh, de Hoorn. Ja. Niet onbekend. Niet onbekend. Berucht. Nou ja, het gaat een stuk beter hoor nu. Dus, want er komen steeds meer mensen zoals wij die een oud huisje opkopen, platgooien en nieuw bouwen. Ja. Toevallig was ik gisteravond nog even op de camping op een plek waar ik normaal niet kom. En toen zag ik ook weer allemaal nieuwe huizen. Dus dat is heel mooi. Die verhuur je? Ja, wij hebben er inmiddels... Nee, we hebben er drie en die verhuren we. Oh, je hebt drie en die verhuren, ja. Ja. Nou ja, het Hoornpark, daar is natuurlijk een discussie over wat gaat er gebeuren met zelfwoningsplicht of niet. En ja. Nou, je bedoelt permanent wonen. Permanent wonen, ja. Dat hoort het. Ja, dat is eigenlijk de juiste benaming. Ongeveer de helft van de eigenaren is Duits. Ik heb niet de indruk dat ze daar erg mee bezig zijn. Nee. Voor hun zal er ook niks veranderen. En, blijven gewoon vermieten. Ze willen liever dat het blijft zoals het is, heb ik de indruk. Nederlandse eigenaren zien natuurlijk wel meer de voordelen. Dus, en wat wordt het dan, denk je? Het gaat uiteindelijk ga ik er vanuit dat het wel doorgaat. Ja, ja. Ik vind het ook vanuit de gemeente, het is gewoon heel erg belangrijk. Er staan 340 wooneenheden staan er, huisjes. Ja. Ja. Die het grootste deel van het jaar helemaal leeg staan. Ja. Lost de woningnood op een beetje, of niet? Ja, zeker. Jawel. Ja, ja, ja. Ja. Dus je bent wel een voorstander van? Ja, zeker. Ja. Ja. Vier parken zijn er, geloof ik. Die, sorry? Het zijn vier parken die dat mogen kunnen doen. Ja. Ja, ja. In de ja. gemeente Schagen. Ja. Maar ik geloof dat andere parken er niet zo'n... Heb je er veel werk aan? Nee. Is het te combineren met het raadswerk? Ja, zeker. Ja hoor. Hm. Ja. Dat is best wel veel werk natuurlijk. Je zat inderdaad de Raad van Harekarspel. Ja. Leuke gemeente. Ja, hoeveel inwoners hadden we nog? 16.000, 17.000 of 14? Ik weet het niet, maar het was inderdaad een echt kleine gemeente. Kleinere gemeente, en dan zat je in de kleine gemeenteraad met Nico Slachter. Ja, met die, klopt. Ja, van de Algemeen Belang. Ja. Daar zat je ook tussen. Ja. Hoe was dat daar? Ja. Want je kan het ook vergelijken nu met het raadswerk van nu. Ja. In Schagen, veel groter. Ja.
dat verbaasde me ook wel. Want wij hadden het best heel druk in Harekarspel. En ik dacht, dan gaan ze 3 gemeentes bij elkaar voegen. En jeetje, dat wordt toch heel veel drukte. Maar ja, kennelijk lost dat dan toch in elkaar op. En ja. Ik vind het toch wel heel vergelijkbaar. Ja? Ja. Ja. Je was daar ook voor de PvdA? Ja. Ja. Niet ja. voor algemeen belang? Nee. Maar Nico Slachter, nee. met een G. Ja. Ja, het is allemaal opgegaan natuurlijk in de jeugdlokaal. Ja. Ja, klopt. Maar als je kijkt naar een kleine gemeente en een grote gemeente. De grote gemeenten zijn door de lijnen anders. Hè? Langer, het is meer formeler. Nee, die indruk heb ik niet. Nee. Ik heb de indruk dat het eigenlijk wel toch wel vergelijkbaar is. Ja? Dat je nog steeds wel de contacten hebt die je ook bij een kleinere gemeente had. Mensen hebben extra taken bijgekregen in de zorg en de participatiewet, de WMO, huishoudelijke hulp. Ja, ja. Dat moet je allemaal doorakkeren nu. Ja. Klopt. Ja. Wat zie je in portefeuille op dit moment? Voornamelijk wonen. Ja, natuurlijk wonen, ja. Ja, dat kan ook niet anders. Ja. Maar ik hou me ook bezig met meer algemenere zaken. Ja. En ook wel sociale zaken. Sociale zaken. Ja, net wat er voorbij komt. Je hebt niet een vast Nee, we zijn met z'n drieën. En we hebben niet Nee, we helpen elkaar. Sam Untjewerf is nieuw natuurlijk. En je collega's zijn Hans Heddes. Nee, niet, die zit in het college. Dus. Die zit in het college, Vera van Vuren. Sam Windjewerf. Dat is het, ja. Ikzelf, ja. En dan hebben we nog steunfractieleden. Helga Wagenmaker en Harry Piket. Oké, inderdaad, ja. Nou, mooi club toch? Ja. Je hebt muziek meegenomen, toch? Ja. Wat gaan we horen? De Truckender Keks. Ja, wat is dat? 1 op 1 miljoen. Dat is een rockband uit de 80er jaren. Tenminste, ze zijn van 1980 tot 2001 hebben ze bestaan. En ik heb ze veel gezien in de tijd. Ik vind de muziek nog steeds geweldig. Het is Nederlandstalig. Maar het is, ik vind het fantastisch. Yeah. Ik vind dat ze veel beroemder hadden moeten zijn. Ze waren natuurlijk ook wereldberoemd in Nederland en België. Yeah. En ik vind het heel jammer dat ze niet meer bestaan. Geweldige teksten. Maar dat was ook in de tijd dat wij veel uitgingen. En dat je echt nog al die leuke zaaltjes had. Yeah. En bandjes. Ja, en roman. Ja. Teaser. Ja, ja, het was een fantastische tijd. Nou, we gaan even kijken en luisteren. Ja. Graag. Ja, Mirjam van Bussen, PvdA, raadslid. We konden bijna niet op een stoel blijven zitten, hè, van deze muziek. Nou, we zitten net, we hebben net gedanst. We zijn gewoon gaan dansen. We zijn geland net. Nou, prachtig. Leuk, echt waar. Hey, maar je had het inderdaad over samenwerking tussen GroenLinks en de PvdA. Ja. Dat is gebeurd landelijk al, hè? Behoorlijke stappen worden gezet. Ja, ja. Je bent een heel groot voorstander van. Mm-hmm. Waarom? Omdat ik denk dat we samen sterker staan. Uiteraard. We hebben eigenlijk dezelfde achtergrond, idealen. Ja. Ja. Onze programma's kun je eigenlijk op elkaar leggen. Ja, dus ik denk als je samen gaat, dat je dan meer voor elkaar krijgt. Ja. Maar ik denk dat het ook een heel goed moment is, zowel voor GroenLinks als voor de PvdA, om het in een eigen tijds jas te steken. Ja, ja. Ja. Nieuwe eeuw, dus een andere jas. Ja, en toch, zeg maar, de arbeider bestaat niet meer. Niet zoals die, zeg maar, na de oorlog, zeg maar, dat allemaal. Ja. Waar je dan echt voor stond. Ik hoor ook nog wel eens mensen het hebben over de verheffing. En dan heb ik zoiets van, ja, dat is... Mensen snappen niet eens waar je het over hebt, nee, als je het daarover hebt. En daar is op zich natuurlijk ook nog best veel voor te doen. Maar je moet het nu breder trekken, denk ik. Ja, er zijn sommigen die dat niet zo vinden. Die vinden GroenLinks een elitaire partij met hoogopgeleide. Daar hebben we weinig mee, zeggen PvdA'ers. De PvdA'ers die in de Tweede Kamer zitten, zijn ook allemaal hoog opgeleid. Mm. Het zijn toevallig wel mensen die weten hoe ze dingen voor elkaar moeten krijgen. En ik vind juist de hele grote middengroep die het nu steeds zwaarder krijgt. Ja, middengroepen, middeninkomens. En wat is hoog en laag opgeleid? Mm. Ik vind jongelui die studeren voor timmerman en loodgieter, dat zijn hartstikke slimme mensen. En die doen hartstikke goed werk. Ja. Ja. En zijn jullie dan in gesprek met op het lokaal niveau in Schagen met GroenLinks? Dat staat nog in de kinderschoenen. In de kinderschoenen? Wat krijgen we nou? Ja, we zijn net begonnen, dus nieuwe periode. Maar dus, niet besturen die met elkaar gaan praten, een beetje de nieren
Er is een gesprek geweest, dat weet ik, maar ja, niet van, we zijn nog niet verder op dit moment. Nee. Maar je zou het ook wel willen hier. Ja hoor, ja. Jazeker. Ja. En ja. Sla je de SP over? Nou, dat vind ik een hele interessante gedachte, om ze niet over te slaan. Maar dat zal moeten blijken. Ja. Goeie, mooie linksblok, dat wil je eigenlijk. Wie weet. Volgens mij. Ja. Dus, nou ja, het was mooi. Ja, nou even over, want in jouw portefeuille, ja, wonen, daar ben je helemaal beroemd om geworden. Ik heb nog een mooie interview in de krant natuurlijk. Deze heb ik wel eens gelezen, kort geleden. Dat ik echt wel kritiek had op de toenmalige wethouder. Want het schiet maar niet op. Ja. En die betaalbare woningen, waar blijven die dan? Ja. Is nog steeds jouw kritiek dit? Of, Nee, wij hebben als in de nieuwe coalitie hebben we daar betere goede afspraken over gemaakt. En ik heb ook sterk de indruk dat daar op een andere manier mee omgegaan wordt. We hebben natuurlijk ook het voorstel waar woning of bouwbedrijven mee zijn gekomen om tijdelijke woningen te bouwen. Ja. In Schagen dan wel in Tuitje Horen. Tussen Tuitje Horen en Warmhuis in, bij Tuitje Horen eigenlijk meer. En daar is wel heel veel kritiek op gekomen vanuit de inwoners. Maar ja, ik zie daar toch ook wel een hele mooie kans liggen. Wat te financieren, denk je dan? Dat zijn natuurlijk tijdelijke woningen, hè? Ja, maar ga je de subsidie bijleggen dan? Nee, maar ik zie ze moeten tijdelijk zijn. Mm-hmm. Omdat je anders met de wetgeving er niet uitkomt. Ja. Maar ik zie ze over 30 jaar niet verdwijnen, hoor. Nee. Je ziet wel een permanente functie van die woningen. Uiteindelijk wel. Dus het moet wel goede woningen zijn dan. Ja, maar dat is ook de bedoeling. Ja. Ja, het worden geen containerwoningen. Het worden geen containerwoningen, nee. Het wordt echt wel mooie woningen, ja. En 30 jaar is best een periode, hoor. Ja. Kijk, als het 15 jaar zou zijn, dan is het echt wel een probleem om dat gefinancierd te krijgen. Ja, de verzet daar is vooral niet zozeer de Oekraïners. Vluchtelingen die daar komen, hè? Die worden daar gehuisvest. Maar tegen statushouders en spoedzoekers, daar lopen de dorpsraad tegenaan. Maar ook gewoon mensen die bovenaan de lijst staan van de woningbouwvereniging. Ja, daar is ook een groot deel voor gereserveerd. Ja. Betaalbaar. Wat is nou een woning betaalbaar in jouw ogen? Want daar heb je ook vaak over gehad. Ja. Nou, ik zou zeggen, maar dat is een ideaal, €150.000. Ja. Maar daar kun je ze tegenwoordig niet meer voor bouwen. Nee, 210. En dat is minimaal. Ja, maar elke keer ook als die grens zeg maar verhoogd wordt, dan volgen de bouwbedrijven ook meteen. Die bouwen ze dan ook niet meer voor minder. Ik hoop heel erg dat wij ook in gesprek kunnen gaan met de markt daarover. Ja, want ik vind het ondertussen ook voor de markt niet meer te verkopen. Dat ze voor de hoogst mogelijke prijs huizen bouwen in zo'n crisistijd, waardoor zoveel mensen langs de kant blijven staan. Dat vind ik ook een verantwoordelijkheid, ook van de bouwbedrijven. Mm-hmm. Na de crisis dacht iedereen van, nou, nu kunnen we weer wat verdienen. Iedereen is zijn prijzen gaan verhogen. Terecht ook, want die waren ook te laag. Maar het is wel doorgeschoten. Mm-hmm. Dat moet beter nu. Nieuwe afspraken. Ja, ik vind dat daar wel meer druk op gezet mag worden. Dan gebeurt het ook. Ja. Want heb je indruk dat dat ook nu plaatsvindt, die onderhandelingen? Ja. Er zijn bijvoorbeeld ruim anderhalf jaar geleden zijn er twee groepen gestart. Eentje in Schagenbrug op het voormalige B-veld en een groep in Tuintje Horen die zelf gaan bouwen. Ja. En ik zie wel dat druk uitoefent op de markt. Want bijvoorbeeld de groep in Schagenbrug kiest niet voor de traditionele bouw. Die kiest voor fabrieksbouw, omdat het goedkoper is. En dat werkt wel op elkaar in. Ik was laatst op een bijeenkomst in Alkmaar van Bouwend Nederland. Okay. En die richten zich nu ook heel erg op fabrieksbouw. Omdat ze wel moeten. Omdat er dus vanuit de markt druk komt. Onder andere door woningbouwverenigingen die daarmee aan de slag gaan. Maar dus ook zelfbouwgroepen. En dat vind ik een hele goede, een hele goede beweging. Een groot uitleggebied is natuurlijk Muggenburg-Zuid. Heb je al enig idee wanneer daar woningen komen? Nee. De provincie is daar ook mee bezig. De vraag wordt gesteld of ze daar überhaupt nog wel woningen willen bouwen. Ja. Tenminste in het deel wat... Het zuidelijke deel. Het zuidelijke deel. Ja. Omdat dat landschappelijk een heel interessant gebied is. Vanwege het gebied zelf. Het is daar ook prachtig. Ik wandel daar regelmatig. Ja. En, moet je daar woningen gaan bouwen? Dat is eigenlijk wat de vraag is. Dat is de vraag die voor ligt. En dat vind ik een hele goede vraag, En daar is een antwoord op, of niet? Nee, er is nog geen antwoord op. Nee. Schagen wil natuurlijk ook graag aan de oostkant verder uitbreiden. En dat zou in mijn ogen ook een betere optie zijn. Ja, maar het is ook weer zo'n provinciaal bijzonder gebied. Ja, maar de provincie moet misschien ook eens goed hun knopen tellen en zich realiseren dat mensen ook wel ergens moeten wonen. Ja,
uiteraard. En je kunt niet alles hebben. Nee, precies. Ja. Dus wonen. Ja, klopt. Je hebt ook een film meegenomen. Ja. Wat is het? Nou, dat is een film van een Syrische jonge vrouw. Ja. Werkzaam in de gezondheidszorg. En voor haar hobby filmde ze altijd heel veel. De burgeroorlog brak uit in Syrië. En zij is gaan filmen. En in de tijd dat zij aan het filmen was, heeft ze ook haar man ontmoet. En heeft ze een dochtertje gekregen. En uiteindelijk zijn ze gevlucht. En wilden ze daar een film maken over die burgeroorlog. Okay. En uiteindelijk is dat een heel persoonlijk verhaal geworden. Waarin ook haar relatie en haar, zeg maar, vanuit haar gezichtspunt je dat allemaal meebeleeft. Okay, ja. En die film die kwam toen uit. En ik had altijd zoiets van, ja, dat Syrië en al die vluchtelingen. Ja. En het is natuurlijk allemaal verschrikkelijk. Ja. Maar hoe leven die mensen daar nou eigenlijk? En hoe is het om dat op zo'n manier allemaal mee te maken? Dus ik wilde die film heel graag zien. En ik ben zelfs in mijn eentje naar de bioscoop gegaan. Er kon niemand mee op dat moment. Ik dacht, ik ga alleen, ik wil hem zien. En ik was zo onder de indruk. Ach. En ik vind het echt, ja, ik vind het eigenlijk iedereen zou moeten zien. Omdat het ja, gewoon een heel menselijk beeld geeft van wat je meemaakt als je in een oorlog verzeild raakt. Ja. En dat heb je nu natuurlijk ook in Oekraïne. En dat geeft je ook, vind ik, een beter beeld van de mensen die hier komen, die daarvoor vluchten. Inderdaad. We gaan kijken. Ja. Ja, dat was een indrukwekkende stukje film. Mirjam van Mussert, PvdA-raadslid in Schagen. CPO, wat zegt dat jou? Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Dat moet jij weten. Ja, dat weet ik ook. Er gebeurt veel natuurlijk op het gebied, hè? Ook in Schagen. En soms hoor je ook weer geluiden van het gaat niet goed. Of de... Ja, het grote, grote probleem, nou probleem is... Ja, wat is het grote probleem? De procedures, die nemen nu eenmaal tijd. En ook die groepen die dan in Schagenbrug en in Tuitjehorn zijn begonnen. Ja, op dat moment moest de grond ook nog aangekocht worden. Ja. Dus ja, dat gaat gewoon wat tijd overheen. In Schagenbrug gaat het wel heel snel, hoor. Mooi. Ja. Dus in het Tuitjehorn zal het ietsje langer duren. Mm-hmm. Maar ik vind het heel mooi dat je ziet met hoeveel enthousiasme de groepen aan het werk zijn. Je hebt meestal een groepje trekkers die zeg maar bezig zijn. En het geeft gewoon ook al heel veel sociale samenhang en verbinding voordat überhaupt de huizen staan. En omdat het toch iets lokaals is, zitten er gewoon heel veel mensen die ook uit die omgeving zelf komen. En dat, dat is gewoon heel mooi om te zien. Er stappen niemand uit, zeg ik eigenlijk. Iedereen jawel. Dat is in de loop der tijd, ik bedoel, je bent jong en je wilt wat. En weet jij, als je 20 bent waar je over 5 jaar bent. Dan is het zo, Dus er zit natuurlijk wel enigszins verloop in, maar dat geeft niet. Want er zijn genoeg mensen die willen instromen. Ja. Ja. Dus daar ben je een groot voorstander van. Ja, als zeker. Als het goed gebeurt. Ja. En natuurlijk, we hebben nu een heel andere tijd. Hè? Oorlog, Oekraïne, de grondprijzen gaan omhoog, de energielasten gaan omhoog. Het is allemaal rode... Bouwkosten. Bouwkosten gaan omhoog. Ja. Kijk, allemaal nog voor elkaar, hè? Ja. Nou ja, dat klopt. En het is ook voor een groeiende groep mensen is ook dit niet haalbaar. Nee, niet haalbaar, nee. Ja. Ja. We willen graag 300 woningen bouwen per jaar, maar... Ja. Ja, dat is dus inderdaad. Dat is een uitdaging. Een uitdaging natuurlijk, hè? Lopende kosten, rente. We zetten ons er gewoon wel 200% voor in. Jij zeker. Waar haal je nou die drijf vandaan? Dat je zoveel maatschappelijk betrokken bent. Dat was natuurlijk in de Harenkaspel. Ik ben hier. Dat zit in jezelf, denk ik. Zit in jezelf? Ja. Altijd zo geweest ook? Ja, maar niet per se op deze manier. Je hebt natuurlijk op een gegeven moment je gezin, je eigen bedrijf, daar ben je druk mee. En als je op een gegeven moment uit de kleine kinderen raakt en wat meer tijd in mijn geval gekregen hebt, dan zeg je. Want je hebt ook je moed met kunst. Ik heb je zien staan op 18 november 2011, gemeentehuis. Je organiseerde een bijeenkomst. Ja. Mevrouw Kruid, de wethouder was er. Ja. Wat is er nou nog gebeurd? Want je wil een kunstbeleid hebben. Klopt. Dat was jouw streven. Ja, en met name dat er ook zeg maar meer gebeurt dan alleen af en toe hier en daar eens een beeld neerzetten. Ja, precies. Ja. En wat is nou het uitkomst? Ik zou je vertellen, ik heb daar toevallig 2 weken geleden met de nieuwe wethouder over gesproken. Zo is dat. Ja, om eventjes weer op te frissen wat we op die avond allemaal besproken hebben.
En zeg maar welke richtingen je allemaal uit kunt. En dat je eigenlijk voornamelijk aan het begin van een proces, als er ergens een nieuwe wijk gebouwd wordt of er wordt een nieuw gebied opnieuw ingericht, dat je al aan het begin nadenkt van wat zou je dan met kunst kunnen doen? Want het hoeft niet alleen een beeld op een sokkel te zijn. Nee, begrijp ik. Het kan ook iets heel anders zijn. En welke wethouder is het met wie je praat? Puk de Nijs. Kijk eens aan. Ja. Van het CDA. Van het CDA. Die houdt van kunst volgens mij, hoor. Ja, en ze was het helemaal met me eens. Dat dus, dacht ik wel, natuurlijk is het met je eens. Ik heb 3 stellingen voor je. Als het op aankomt, hebben voor mij statushouders voorrang boven reguliere woningzoekenden, omdat hun situatie in de AZC onhoudbaar is. Wat vind jij? Nou, dat vind ik een hele lastige. Ja. Ja. Ik vind dat de verantwoordelijkheid voor de huisvesting van de statushouders wordt natuurlijk van de Rijksoverheid bij de gemeentes neergelegd. Maar je hebt ook je verantwoordelijkheid naar je eigen inwoners toe. Mm. Dus ik zou eigenlijk nooit de een voor de ander willen zetten. Nee. Nee. Geen bovenpositie. We hebben geen woningtekort, is de stelling, maar een alleenstaande overschot. Nou, die hoor je inderdaad de laatste tijd wel. In 40% van de huizen woont nog maar 1 persoon. Ja, ja. Er moeten andere huizen worden gebouwd. Wat vind jij? Er moet een ander type huizen gebouwd worden. Ja. Lek jij erop? Veel meer voor 1- en 2-persoons huishoudens, absoluut. Ja. Gaat toch gebeuren? Ja, moet ook. Had ook al veel eerder moeten gebeuren. De energietransitie stagneert. Er moeten nog heel veel woningen van het gas af. De tijd dringt, maar er zijn veel gasklevers. Wat te doen? Negeren en zonder hun toestemming afsluiten? Nee, dat kan niet. Op dit moment wordt ook meer echt de focus gelegd op meer op besparen, dus op isoleren. Omdat... Het is verleiden. Ja. Het is verleiden. Ja, maar... Niet dwingen. Ja, precies. Dat kan niet. Nee. En het is vaak op dit moment, als je kijkt naar je huis van wat zou er gebeuren als ik geen gas meer zou hebben, dan kost dat onevenredig veel geld om dat voor elkaar te krijgen. Dus dat is toch een proces waar je wat meer tijd voor nodig hebt. En met het besparen kun je op dit moment veel sneller resultaten hebben dan domweg de gaskraan dichtdraaien. Precies. Mirjam, dat was het voor het gesprek met elkaar. Nou, dankjewel Argeen. Vond het leuk? Hartstikke leuk. Dankjewel. Graag gedaan. Dat was Mirjam van Bussen van het PvdA, raadslid in de Schagen. Ik vond het een mooie uitzending. Ik zou zeggen, tot de volgende keer.